Hoi en leuk, ik kijk naar een nieuwe video. Weer een weekvlog natuurlijk. En ik ben in de auto met Charlotte. En we zijn niet in Nederland, wij zijn in Frankrijk. En we zijn onderweg naar Parijs. Want deze meid, die is starting her own business. Street woman. Bij Tut Hola. Fashion brand. Dus we gaan op inkopen vandaag. Ja. Spannend, hè? Ja. Dus we zijn heel benieuwd wat we gaan aantreffen. Wat we gaan vinden. En dan slapen we vanavond hier zo. En dan morgen gaan we foto's maken een dagje. En dan morgenavond weer naar huis. Huis. Dus ja, even snelle 2 dagen Paris. Oui, à Paris. Dus, het weer zit nu nog niet echt mee. Het regent een beetje. Heel dag regent. Ja, maar voor vandaag maakt het er niet uit. Ja, morgen wordt het wel lekkerder. Ja. Maar ik weet niet zeker of het is hier veranderd. Zo, eens kijken? Want, mijn weer heeft eigenlijk het duurt volgens mij ook wel zou regenen. Maar misschien omdat je nog niet in Parijs bent. Lijkt mij dat het hier ook regent. Even kijken. Want we zijn zo ver. Kijk, morgen wordt het lekker weer. Pak een leuke hoed. Morgen wordt het in ieder geval wel lekker weer. Het wordt ook lekker warm. 20 graden. Dit als je jas 20 graden. Ja. Als ik jas in koop. Het is best warm. Ja, dat is best wel groot. Nee, sorry. Ja, we gaan het helemaal zien. Oké, nou, wij zijn al bezig met eten. Want we zijn even bij de Mac. We hebben al een twee jassen die heel leuk zijn. Ik ga sowieso eentje nemen. Hij is echt perfect. Iedereen moet hem kopen, vind ik. Ik vind hem echt nice. We zijn nu even snel aan het eten bij de Mac dus. En we gaan zo meteen weer door. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Dan moet de rest eens op de achterbank. Ja. Ja. Oké, jongens, we hebben nu 3 paar jassen. Moet ik die papieren meenemen? Ik weet niet of ik dat meenemen. Zij weten gewoon wat ik al ben. Ik denk wel. Zullen we even gaan zitten? Ja, wacht, ik doe even dit in mijn mappie. Oh ja. Sleutel nodig, ja. Oh hier. Onlangs moment, dat is prachtig. Maar we moeten even wachten tot ze die mensen ingepakt hebben. En dan hebben we dus de jassen. En dan gaan we naar de volgende. En past dit? Nee. Er zijn wel echt heel een dikke auto's in deze garage. Alleen wij gaan dan daarna door naar een ander. Zit hier in de buurt. En dan gaan we ons een beetje focussen op topjes en. Ja, ik wil ook van die ene topjes. Die heb ik eerst zien. Oh ja, die ene. Ach, mijn poten doen zoveel pijn. Hij voelt een kinnat gewoon. Oh, dan. Er is hier dus heel weinig parkeerruimte. Wat zie je nou boos kijken, vent? Hey! Hier, ook met zijn dikke bak, hè? Ja, hij krijgt het helemaal zo omdat hij gewoon een dure bak heeft. Ik ben helemaal kapot. Ik ook, mijn voeten doen echt. Ja, dan naar die ander. Ja. Had jij nog een flesje water of niet? Ja, ik heb hier ook nog. Hier, neem maar. Ja. Kijk jongens, we hebben cola glazen. Ja, ik kreeg bij de McDonald's. Dit kreeg je vroeger altijd ook in het buitenland, hè? Het uit, joh. Jezus. Ja, godverdomme, een kilometer afgelegd met een zak zat, maar weet ik veel. De zak van Sinterklaas. Juist. Doe maar naar mij sturen ook. Oh, wil je? Ja. Sla ik gewoon op 1 bij jou. Ja. Holy cowlo, jij staat bij mij op 2. Dat inkomen met de mini nooit gaat worden. Nee, zo. Ik denk dat ik een auto moet nemen als ik op inkoop ben. Ja, of we moeten met mijn auto. Moet ik altijd met je mee? Ja, altijd met je mee dan. Ja, de. Ik denk niet dat je problemen hebt. Ik zie weekendjesprijs niet als een probleem mee. Met die zak lopen en duwen. Jongens, ik weet kapot.
liggen tukken hier. Ik heb 7 uur auto gereden. Ik ben zo moe. Rosa heeft 2 hele weg liggen slapen. Nee, ik heb 2 uurtjes geslapen. Sochtie. Nou, de zak van Sinterklaas is weer gevuld. Mag ik ook zo? Ja. Ja, maar hè, gewoon. Yeah. Goh, ik hoop bijna. Zie ik het flesje verleden? Ja. Ik wil ook even openmaken. Wacht. Even dan. Hoeveel was dit? 4. Zijn jullie voor de flesje water? Ja. Daarom zei ik, leuk spend hier. Naar rechts. Maar goed, in ieder geval, we gaan nu dus naar een ander ding nog. Dat zit hier vlakbij. En we hebben dus jassen. 3 paar, maar dat heb ik al verteld. En de hele kofferbak zit al vol. Want... Ja, onze koffer zit er ook in. Ja, ons koffertje zit er ook nog in. Koffers, koffertjes. Maar ik zou eventueel ook nog op zich wel wat spullen in mijn koffer erbij kunnen. Maar dat heeft helemaal geen nut. Waar staat Sortie? Ja, Sortie. Sortie, Sortie. Dit is oké. Wat nou ingaan? Dit is wat je zegt. Appie. Appie kent geen angst. Eet angst is ontbijt. Oké, okay, goed. We are going to drive. Zo, hey guys, wij zijn op onze hotelkamer. Ik heb net even lekker gedoucht. Ik heb mijn pyjamaatje al lekker aan. En Charles nu even aan het douchen. En oh mijn god. We wouden eigenlijk nog uit eten gaan in de stad vanavond. Maar we waren zo moe. En we zaten er helemaal doorheen. Van al het lopen, onze voeten deden echt pijn. Dus we dachten, we gaan gewoon lekker bij de Vapiano eten. Want dat zat bij dat fashion center in de buurt. Dus we zijn lekker daar even snel wat gaan eten. En daarna zijn we lekker naar het hotel gegaan. Het is nu 8:30. Zoiets. Dus ja, we zijn lekker in de douche. Ja, gek hè? Heel onnatuurlijk. Ja, er zit geen deur in de douche, vind ik natuurlijk. En als het allemaal lukt, dan gaat tegen mijn vlog. tegen wie is ze nou aan het kletsen, joh? Als... Klesje, klesje. Als het allemaal lukt, dan wil ze 1 oktober live hebben. Maar een kleine sneak peek van een aantal items. Dus, superleuk. Het heet bij Tutola. 1 oktober, als het goed is live. En anders dan... Laat ik wel weten als het niet dan is. Maar goed, daarvoor gaan we dus morgen gelijk foto's maken. Ik heb zelf ook nog wat dingen mee waar ik foto's mee wil maken. Dus we gaan lekker even de stad in. En dan morgenavond rijden we weer naar huis toe. Even een body lotionetje op. Mijn benen smeren. Eigenlijk mijn benen altijd zo droog zijn. Maar goed, ik heb echt mega koppijn. Echt wel de hele middag. Dus ik ga denk ik lekker... Op tijd slapen, maar zo even nog lekker in bed. Eerst even filmpjes kijken en TikToks en zo. Helemaal leuk. De kamer is gewoon super simpel. Ik weet eigenlijk niet eens hoe dit hotel heet. Charlotte heeft het geboekt. Maar goed. Daar kom je binnen. Daar is de badkamer. Je hebt hier zo zit je. Hier heb je mijn koffer die vol zit met ellende. Huh? Nou, heb je hier dit. Hier bed. Bla bla bla. En dan heb je hier... Oh, je kan hier niet echt naar buiten kijken. Oké, goed. Ja, ik wil ook wel kijken. Maar volgens mij zitten we gewoon... Maar het is ook niet zo boeiend waarschijnlijk. Nee, volgens mij kijken we gewoon op de straat hier. Kijken we gewoon op de straat hiernaast uit. Dus ja. Maar goed, wij gaan dus lekker op tijd slaapje doen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En we zijn lekker aan het ontbijten. Of tenminste, we hebben het net gaan zo ontbijten. We zitten bij, hoe heet het hier? De La Cooperative. Dat betekent ontbijt. Oh, leuk. Nee, ja, leuk. Ja, heel leuk. Dus, blond hè. Kan er niks aan doen. Dus ja, wij zitten hier lekker. Het is gewoon een schattig leuk teentje. Hi. Are you ready? Yes. Can I have the... For me, the crepe with Nutella. Yes. En ja, ik ga wel lekker drinken. And I would like orange juice. Orange juice? Make it 2. 2 oranges? Yeah. Bottle oranges? Fresh oranges? Fresh, fresh, fresh. 2 oranges with Nutella pot melon. Yes, thank you. Dat is Dus ja, we zitten hier gezellig.
En ik heb de leuke jas aan. En ik ben er echt verliefd op. Binnenkort te verkrijgen bij Tess Bella. Helemaal leuk. Ik loef het intens. Ik hoef niet te roken. Niet? Nee, dat doe ik niet aan. En we hebben net echt al een superleuke foto's gemaakt. Zo even snel de vibe laten zien. Als je het kan zien, tenminste. Wacht. Dit gaan we even afdoen. Dit gaan we even afdoen. Hoe leuk is deze Vibe? Nice. Iets leuks, dan kan ik dit als dubbel gebruiken. Dus gewoon samen wacht dat ik in maak. Alleen moet ik wat leuker kijken. Dus zijn foto's aan het maken bij het Louvre. Bij Louvre. Oh, maar trouwens ook kreeg ik even een TikTok. Ja. Moet ik even. Wacht, dan ga ik verder als je een bloepje dit zo. Oh ja. Dus dan ben ik er even foto's aan het maken. TikTok, fijn. Dit is grappig. Ja. Nou jongens, we waren net bij het Louvre. We waren even foto's aan het maken. Toen waren we klaar. Toen gingen we eens even lopen. En toen was er een man aan het hardlopen. Ik denk dat hij rond de 30 was, zoiets. Dat denk ik ook. En ik zag hem maar heel erg kijken terwijl hij aan het rennen was. Ik dacht wel, waarom kijk jij? En toen kwam hij terug en toen liep hij naar ons toe en toen ging hij helemaal zeggen van ja, ik was aan het rennen en ik stopte, ik was aan het rennen en ik stopte zelfs met rennen omdat jullie er zo goed uitzagen. Ja, het ging over jou hoor, het ging over jouw stijl. Ja, over dat hij mijn stijl zo leuk vond en ging helemaal zeggen van ja, misschien kan ik je nummer krijgen, kunnen we later nog afspreken, maar ja, ik dacht, ik kan mijn nummer niet geven, alleen om van een event of 30, dus ja. Nee. Ik heb maar gewoon mijn Insta gegeven. Ik dacht, heb ik weer een volger erbij? Vind ik mijn best. Hij gaat haar DM zo. Nou, ik ga gewoon niet reageren. Echt hij niet. Gaat echt, ik zweer, je gaat een DM sturen. Ja. Ja. Zegt hij ook nog van ja, ik zou het ook leuk vinden om een keer naar Amsterdam te komen. Want hij ging vragen waar we vandaan kwamen. Ik dacht, nou. Echt, ja, als jij in Nederland komt, kom je gelijk in Amsterdam. Echt, hè? Ja, maar ook dat ik gelijk zeg van ik zou het heel leuk vinden om naar Amsterdam te komen. Zo van, dan kom ik naar jou toe. Ja. Gewoon jezelf uitnodigen om al langs te komen. Ja, daar blijft het voor mij zakelijk. Heel zakelijk. Ja, voor mij zakelijk. Ja, kom nou. Je ziet toch aan mij dat ik niet zo oud ben? Ik weet niet. Die vent zag er echt uit als 27, 28. Ja, maar sommige mensen zien er ook gewoon oud uit. Ja. Zonder dat ze... True. Maar ja. Nou, wij zijn even lekker aan het eten. Daarachter is de Eiffeltoren. Je ziet hem misschien daar, zie je een heel klein stukje. We hebben echt heel veel foto's gemaakt al. Ik moet alleen wel even hier iets overheen aantrekken, want anders ga ik geheid mijn pasta op de kledij laten vallen. Nou, wij hebben de hele dag foto's gemaakt. Ze zijn helemaal kapot, het is 5 uur. En we gaan nu weer terug naar het inkoop gebeuren. Want we moeten nog even wat sieraden doen. En ga je nog voor die jassen op? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is denk ik echt stom als ik het niet doe. Ja. Dus ja, we moeten nog eventjes daarheen en dan gaan we daarna weer naar huis. Wat denk jij? Ja, ik zou het doen. Ja. Denk ik wel, ja. De sortie is daar. Oh, daar dus helemaal niet. Oh, het kan dan uit. Alweer. Yes. Mag wel hopen dat het al automatisch open gaat. Ja, lijkt me wel toch. Nou, we hebben sieraden ingekocht. Heel leuk. Onder andere deze. Die ik een tijd geleden op Ibiza heb gekocht. Hebben jullie ook gevonden? Hebben wij nu ook gevonden. Super leuk. En bij dat dingetje op Ibiza hadden ze hem ook niet meer. Ik had de laatste toen. En ik heb er heel vaak de vraag naar gekregen waar ik hem van heb. Maar je kan hem dus binnenkort bij mij kopen. Sorry kopen. Super leuk. En we lopen nu
naar de auto en dan gaan we naar een andere G-meid om nog meer jassen op te halen. En ja, dit zijn de fitjes van vandaag. Fitcheck. Kijk, ik heb helemaal geen fitcheck gedaan vandaag. Ik heb een blazer aan van Naked. Topje is van Studio Palme. Broek is van de Bershka. Ja. En dit taartje van Nuno. Helemaal leuk. Oh. Ja, top hè meneer. Ik vind het ook helemaal geweldig. Hij deed helemaal zo. Ja, ja. Gedaan. Dat is echt zo'n 20-jarig gastje. Die als werk nu buschauffeur is. En zich helemaal op het einde voelt. Ja, geweldig. Helemaal de man. Nou. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik moet even wat uit mijn koffer halen. Ik moet zo naar het ziekenhuis, want ik word vandaag geopereerd aan mijn voet. Ik heb er echt geen zin in. Ik heb vooral geen zin in het feit dat ik dan weer waarschijnlijk een week, twee weken niet kan lopen. Maar goed, ik heb dus al sinds vannacht mocht ik al niks meer eten. En ik heb zo'n honger. En ik mag nu ook niks meer drinken. Ik heb honger en dorst en... Ik wil gewoon lekker eten. Maar goed, ik ga dus zo naar het ziekenhuis... Nou, kan je even stoppen alsjeblieft. De deur is gewoon open, dus je kan naar buiten. Naar het ziekenhuis toe. Dus ik wens jullie vanmiddag weer zien als ik weer thuis ben. Het is vandaag donderdag. En het is al 4:30 in de middag. Als je iets op de achtergrond hoort, dan is dat droger. Ik lig namelijk bij mijn ouders op de kamer en de droger staat nu aan. Maar ja, ik ben dus gisteren geopereerd en ik ben eigenlijk sinds mijn operatie bijna alleen maar aan het slapen. Het duurde ook weer een stuk langer allemaal en ik was na de operatie niet helemaal lekker. Dus toen moest ik wat langer in het ziekenhuis daardoor blijven. Maar goed, gisteravond mocht ik eindelijk naar huis. Ja, ik slaap eigenlijk heel veel. Ik kan jullie wel even snel een beetje laten zien. Op mijn buik. Gelukkig hebben ze het litteken kunnen gebruiken van mijn blind darmontsteking. Want ik had daar dus een litteken van op mijn buik. Dus daar hebben ze vet uitgehaald. Dus hoefde gelukkig niet een nieuw litteken of een nieuw sneetje te maken in mijn buik. Dus dat is wel fijn. En op mijn voet zit gelukkig nu geen verband en zo omheen. Wat vorige keer wel helemaal was. Omdat toen natuurlijk een bot uit was gehaald. Dus werd het helemaal... bedrukt en alles. Maar ja, nu alleen een pleister erop. En het heeft wel een beetje gebloed, maar dat vond de dokter niet heel erg volgens mij. Alleen zei wel, als het meer gaat bloeden, even bellen. Maar volgens mij heeft het daarna niet meer gebloed. Dus dat is top. Nu mag ik sowieso 3 dagen er niet op lopen. Mijn voet doet eigenlijk helemaal bijna geen pijn. Tenminste, het doet wel pijn. Maar gelukkig niet zoveel pijn als de vorige keer. Dus ik heb in ieder geval het idee, ik kan er eventueel al wel op staan. Maar mag alleen nog niet. Want er zit natuurlijk gewoon nog hechting in. En anders ga ik ook los en zo. Maar in ieder geval qua pijn is het echt wel veel beter te doen dan de vorige keer. De wond op mijn buik doet wel vooral pijn. Maar dat komt omdat het gewoon op zo'n kutplekje zit. Als je draait, dan trekt dat strak. Dus dan trekt die hechting ook strak. Dus dat is dan vooral wel een beetje wat pijn doet. Ja, in ieder geval, ik word lekker verzorgd. Ik lig al de hele dag lekker bij mijn ouders in bed. Ik slaap lekker met mijn moeder. En ik word helemaal vertroeteld, dus ik vind het al best. Ik kan zo nog wel even een paar dagen blijven liggen. Maar goed, ik had nog niet echt eerder de camera bijgepakt. Omdat ik dus zoveel aan het slapen was. Dus ik had het hier graag gedaan. Ik ben even YouTube filmpjes aan het kijken. Daarna even wat eten. En dan vanavond weer lekker op tijd slaapje doen. Oké, guys. Ik heb eindelijk even lekker gedoucht. Dus dat was echt wel de hele dag te wachten op het moment dat ik lekker kon gaan douchen. Ik heb trouwens een enorme opgezette buik. Ik weet niet of je het kunt zien, maar dat komt omdat ze er lucht en zo in hebben gedaan. Omdat ze anders niet goed bij dat vet konden. Want op mijn buik heb ik niet helemaal goed droog kunnen houden. Bij mijn voet wel. Alleen het pleister bij mijn voet is losgegaan. En er zit best veel vocht onder. Dus ik weet niet hoe dat komt. Want ik heb zo'n speciale zak voor mijn voet. En die is niet kapot of zo. Dus ik weet niet helemaal hoe dat vocht daaronder komt. Of dat het misschien vocht uit de wond is. Maar het pleister laat er helemaal los. Dus anders moet ik even het ziekenhuis bellen. Oei. Ik ga voor. Maar goed, ik heb in ieder geval lekker gedoucht, mijn haar lekker gewassen. Dat was echt nodig, aangezien het super vet was. Dus, ja, goedemorgen. Het is vanaf vrijdag. Het is best wel vroeg, 10:00 nu.
Ik ben wakker. En ik heb zo'n pijn en... Maar goed, ik ga even naar beneden. Even chillen. Haar gewassen, met mijn nat haar geslapen. Nou, beter niet kunnen doen, want... Ik kan er echt niks mee. Maar goed. Gelukkig hoef ik ook nergens heen vandaag. Ik heb me heel snel een beetje omgekleed, omdat ik zo naar het ziekenhuis ga. Want we hadden even gebeld, omdat er toch nog best wel veel vocht en bloed uit de wond om mijn voet kwam. Dus we willen er wel even naar kijken, dus ik moet zo even snel langs zometeen. Ik heb gewoon even simpel mijn Bayou joggingpakje aan. Ik zie er ook echt gelijk slecht uit. Gelijk puistjes overal. Als ik weer binnen zit. Ik ga nu dus naar beneden. En dan naar het ziekenhuis. Inmiddels is het einde van de dag. Ik heb echt altijd het hik. Fucking irritant. Maar goed. Ik weet niet of ik überhaupt nog iets gefilmd heb. Ze hebben de wonden schoongemaakt. Want het was allebei gaan bloeden. En als het goed is, moet dat nu weer goed komen. Maar ik ben er heel klaar mee. Ik mag morgen pas eigenlijk erop staan. Maar ik ben gewoon nu al erop gaan zitten. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik ben echt zo opgezwollen mijn buik. Het is niet normaal. Het is ook gewoon, ik heb er gewoon buikpijn van. Maar dat komt dus door al het shit en alles wat ze erin hebben gedaan. Zodat ze goed bij dat vet konden. Want ze moeten natuurlijk een soort van lucht erin maken. Maar ik heb echt... Ja, oké, voor zo... Zeg maar... Ik snap ook wel dat mensen zeggen van, wat de fuck stel je aan? Maar voor mij is dit is best wel opgeblazen. En het doet ook gewoon pijn daardoor. Want mijn buik voelt heel hard aan. Ik heb continu gewoon het gevoel alsof er lucht vast zit. Zo irritant. Dan heb ik ook nog eens die hik erbij. Maar goed, ik heb net even gedoucht. Ook weer een hele uitdaging, omdat... Die wonden mogen nog niet nat. Fickers. Nog niet nat worden. Maar goed. Dit was mijn klaaguurtje eventjes. Er was een pakketje binnengekomen van Boozy Shop. Want ik had het besteld. Namelijk twee lip treatment dingetjes van Laneige. Ik kan het niet echt uitspreken. Maar goed, Jules had altijd deze dingen. En deze ruikt zo lekker. Dit is de Mint Choco. Maar het is gewoon heel erg mintachtig. En het is een, zeg maar, een lip sleeping mask. Maar ik gebruik het dan gewoon als een lippenbalsem. En er zit zelfs een applicatortje bij. Nou, daarvoor zou ik het echt alleen al kopen. En dan heb ik dus ook nog die in de grapefruit smaak. Oh, verkeerd om. De grapefruit smaak. Die ruikt ook mega lekker. En dan heb ik nog zo'n brow soap dingetje. Het is een clear brow styler. Het is doorzichtig, dus je ziet het niet zo goed. Maar ik had het eigenlijk meer nodig omdat ik nog een bepaald aantal euro moest hebben voor gratis verzenden. Dus ik dacht, nou, ik koop dat maar bij. Want daar was ik al benieuwd naar. En ik kreeg dit er nog bij. Omdat ik boven een bepaald bedrag zat. Een oogschaduwkastje. Dus dat. Maar goed, ik slaap vanaf vanavond ook gewoon wel weer lekker in mijn eigen bedje. Want... Het was hartstikke gezellig hoor, bij mijn moeder. Begrijp ik niet verkeerd, maar... Het is toch altijd lekkerder om in je eigen bed te liggen, vind ik zelf. Maar goed, ik ben vooral... Die wond op mijn buik is vooral gewoon kut. Die op mijn voet kan nog wel meer leven, want die doet niet zoveel pijn. En die heb ik niet echt nodig. Alleen die op mijn buik doet en pijn. En elke keer zit zo dan het randje van mijn broek er ook echt bovenop. En hij is heel erg opgezwollen in mijn buik. En dat doet ook pijn en bla 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 bla. Genoeg geklaagd. Ik ga zo even naar beneden even wat eten. Maar ja. Ik ben hier nou ook even een keer klaar mee met al die pigment ellende. Zo, ik zit echt even in mijn klaagmomentje. Ik ga de camera wegleggen, want het wordt echt niet leuk om naar te kijken zo. Ik heb wederom niet geluisterd naar het advies van de dokter om niet te lopen. Ik heb namelijk mijn kamer opgeruimd. En ik loop. Oh jezus. Dan moet ik zeggen, het doet wel een beetje pijn nu. Dus ik moet wel echt weer gaan zitten. Maar gaan ze ook eten. Dus ik ga even naar beneden. En dan lekker avondeten zo meteen. En ik heb nu dat lip ding op. Deze. Ik ga die andere als een soort backup houden. Maar deze is zo lekker. Oh, goedemorgen jongens. Het is vandaag zondag.
En ik heb volgens mij gisteren niet gefilmd. Maar goed, ik was gisteren nog naar Ajax gegaan. En dat ging gelukkig allemaal goed met mijn voet en zo. Hiltje mocht de lift en alles gebruiken, dus ik hoefde ook niet echt in een rij ergens voor te staan. Dus dat was wel chill op zich. Ik ga vandaag niet mijn bed uit, want ik ben ongesteld. En ik heb dus zeg maar echt drie keer in mijn pil achter elkaar doorgeslikt. En dat doe ik eigenlijk nooit, omdat ik weet dat ik er last van krijg. Maar nu ben ik dus voor het eerst sinds een hele lange tijd weer ongesteld en ik heb zoveel pijn. En echt, normaal gesproken kan ik gewoon nog wel dingen doen. Maar ik kan echt niks anders doen dan liggen, want ik ga gewoon dood van de pijn. Ik heb ook helemaal een bleek gezicht ervan, volgens mij. Of ik moet gewoon naar de zonnebank, dat kan ook. Maar, oh my god, ik ga zo slecht. Ja, ik ben lekker de hele dag lekker in bed liggen, filmpjes kijken. Straks even naar beneden om Formule 1 te kijken en verder ga ik echt niks uitvoeren. Het is inmiddels het einde van de middag en ik ben een beetje tot leven aan het komen. Ik heb net met mijn moeder, ging ze mijn haar even lekker borstelen beneden op de bank. Toen kwamen we erachter hoe fucking droog mijn haar is. Oh, ik heb wel lekker mijn water niet heel netjes gedronken. Maar goed. Dat mijn haar gewoon helemaal dood is. Het is niet normaal. Ik wist al wel dat het dood was en dat een kappersbezoek eraan zat te komen. Maar de achterkant is gewoon afgebroken. Kijk dit dan. Ik heb gewoon een hele innam aan de achterkant van mijn haar. Dat het zo dood is. Ik weet niet of je het nu kan zien. Ja, je ziet het hier. Oh, wat erg. Het is gewoon een heel stukje hier in het midden eraf. Het kan niet hoor. Dus ik heb gelijk een afspraak gemaakt bij de kapper voor woensdag. Want daar moet ZSM iets aangedaan worden. Want ik schaam me ook met haar. Dus, dat. Maar verder ga ik vandaag lekker niks meer doen. De pleister van mijn voet is eraf. Het ziet er best wel netjes uit op zich. Qua hechtingen en zo, dus... Daar ben ik tevreden over. Ik mag vanaf vandaag weer zeg maar op lopen. Dat gaat nog wel een beetje lastig. Maar het gaat wel op zich. Dus als ik bijvoorbeeld echt naar buiten ga, neem ik wel gewoon mijn krukken en zo nog mee. Maar voor in huis gaat het in ieder geval wel. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Maar ik ga in ieder geval wel de vlog afsluiten. Omdat ik eigenlijk gewoon niets meer ga doen. Dus ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ondanks dat ik misschien niet heel veel heb gefilmd. Volgende week ga ik proberen weer wat meer te filmen. Volgende week is ook Leids ontzet. Wat dit jaar weer door kan gaan. Is ook super leuk. Dus hopelijk kan ik dan weer wat meer voor jullie filmen. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Om te volgen op Instagram. En dan hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien. Doei doeg!